Dus welkom terug met nog een. Dus welkom terug door een parkour episode. En we gaan gewoon verder. Anti-torture. Oké. Okay. Oh, ik wil zeggen. Oh, ik ben zo benieuwd wat. Nou, gaan we niet. Oh, dit is echt makkelijk. Wat was dat? Sandy's, Milby's. Oh, dat is gewoon de tweede keer Milby's het volgens mij. Creeper jump. Oh my god. Oh shit. Dit is weer een heel nieuw level. I don't know. Oh snap. Oh. Well, I freaking nailed that parkour. Bad box head. Heb ik nu voor de tweede keer. Kan die ook af. Swamp. Sorry als ik niet zo energiek ben. Het is vroeg ochtend. Ik ga zo meteen weg naar kamp dus. Chat. Ah, ik haat die jumps. Oh yes. Leuk daar. En toen. Moet ik daar, hè? Let me see. Ik heb geen idee waar ik heen moet. Nailed it. MC Gamer. Anton Stronghold. Shit. Sorry. Mijn vader vroeg me wat. Voor het kamp. Shit. Niet zo moeilijk maken. Ja, zie. Irritant. Ah, damn it. Ik zie je zo terug. Oké. Okay. Yes, eindelijk.
Ah, eindelijk. En dit is de tweede keer, derde keer Milby's head. To medium. Oh, dat is echt dom. Deze jumps zijn irritant, want eigenlijk moet je ze zonder te springen doen. En dan zijn ze niet zo moeilijk. Oké. Minecraft chicks head. Hello. The librarian. Oh shit, dit is een Olaf. Oké, hier moet ik niet heen. Oh shit. Zag ik dat goed? Dit loopt dood, hè? Ja. Oh shit. Dus ja, Mellewietke. Ik blijf die naam fout zeggen. Just don't try. Die heeft gezegd dat ik wat moet gaan praten over dingen in de wereld. En nou, zij hebben bijvoorbeeld over zwarte pieten, dus laten we daarmee beginnen. Nou ja, zoals jullie weten is, of waarschijnlijk weten, is de VN is bezig geweest met onze heeft de Sinterklaas feest heeft hij bekeken en die heeft gezegd van nou ja, dit kan niet meer, want jullie gebruiken Sinterklaas als streepje. Good job. Checkpoint uno reached. Nailed it. En I'm a nerd, so I can know. Alright. Zo. We hebben dus gezegd van. Nou ja, dat kan niet meer, want jullie gebruiken zwarte mensen als slaafjes en zo. Dus. Dat vinden wij. Dat dat niet kan. Oh shit. Oké. Okay. Dit kan, ik weet het zeker hebben. Yes, oké. Okay. En hun hebben dus gezegd van ja, dit kan niet meer. Jullie gebruiken helemaal een slaafje en dat is racisme. Dus, wat ik daarvan vind is dat puur bullshit, want echt al die kinderen die ernaar kijken, willen hun het feest daarmee ontnemen. Dus, al die kinderen, waaronder zwarte kinderen, niet gemeen bedoeld, maar waaronder zwarte kinderen, die worden gewoon teleurgesteld en Sinterklaas mag niet komen en zo. Dus, ja, dit is gewoon dom. Want je ontneemt het van de zwarte en niet van de. Niet alleen van de. Ja, het is heel irritant om te praten terwijl ik parkour doe. Terwijl wij, zeg maar. Dat, of hun, zeg maar, het ook het liefst willen. En dan is er nog een reden. En dat stond. En dat stond ook in een boek volgens mij. Dat de Zwarte Piet werd zwart vanwege de roet van de schoorsteen.
Omdat hij daar doorheen moest van Sinterklaas. En hij werd inderdaad als klein kind eerder werd hij neergezet en moest hij Sinterklaas helpen. Maar dat betekent nog niet, zeg maar, dat wij hem discrimineren of zo. Dus ja, ik vind het gewoon slecht. En Jon neemt alle kinderen van Nederland wat mee. En ik vind dat on. Ik vind dat gewoon. Wat bemoei je eigenlijk mee? Kijk, als wij kijken naar. Hun hebben toch ook een pelgrimfeest. Daar vieren hun drong nog steeds dat hun, zeg maar. De Indianen hebben verslagen, zeg maar. Of in de Hindoes en zo. Dus. Ik vind het heel slecht. Ja, jezus, je moet die. Maar je snapt wel wat ik bedoel. Ik vind het gewoon ontzettend slecht dat ze daarop gaan letten. En dat hebben ze ook bij andere landen gedaan. En ik vind dat ze zich daar niet mee moeten bemoeien. Als het land er zelf over, als het land zelf de problemen mee krijgt. Dus mensen die zelf, zeg maar, willen uit het eigen land dat het afschaft. Kijk, dan heb je wat meer. Ik ben zo terug als ik wat verder ben. Want en dan zijn we weer. En dan gaan we weer. En dan zijn we weer. En probably there we go again. En dan zijn we weer. En dan gaan we weer. Oké, ik neem een kortere episode. Ik plak hierna nog wel wat aan. Dit is het wel voor vandaag. Ik zie jullie terug in de volgende keer.